In een vorige video hebben we je uitgelegd hoe je kunt programmeren met Python en Minecraft. En nu gaan we door voor het echte werk. We gaan dingen opblazen. Zorg ervoor dat Python en Minecraft weer naast elkaar in je scherm staan. Nu gaan we weer de verbinding maken tussen Python en Minecraft. Tik daarvoor in from mcpi import Minecraft. Enter. MC is Minecraft.minecraft.create. Haakje openen, haakje sluiten. Enter. Sla voor de zekerheid je bestand even op. Druk op Ctrl-S en geef je programma een naam. Bijvoorbeeld grote kubus. En druk op opslaan. Nu gaan we een kubus maken. Tik daarvoor onder de eerste twee regels in. X, y, z is mc.player.getpos. Haakje openen, haakje sluiten. Enter. Stone is 1. Enter. mc.setblocks. Haakje openen. X plus 1, comma. Y plus 1. Comma z plus 1. Comma x plus 2. Comma y plus 2. Comma z plus 2. Comma stone. Haakje sluiten. Enter. Druk op Ctrl-S en druk op F5 om de kubus in Minecraft te maken. Misschien moet je in Minecraft even achteruit lopen of even rondkijken om hem te zien, maar hij is er echt. Dat was een kleine kubus. Nu gaan we een grote kubus maken. Daarvoor veranderen we in de laatste regel alle tweeën in 30. Dus dan krijg je mc.setblocks, haakje openen, x plus 1, comma y plus 1, comma z plus 1, comma x plus 30, y plus 30, comma z plus 30, comma stone. Haakje sluiten. Druk op Ctrl-S en op F5 en je zult zien dat deze kubus veel groter is. Oké, de kubus staat er en nu gaan we hem opblazen. Hak daarvoor eerst even een klein gaatje in de muur. Loop naar de kubus toe en sla met je bijl op de muur. Je kunt dan naar binnen. Nu gaan we een blok TNT maken. In Python gaan we een aantal aanpassingen doen. Ga naar de regel met stone is 1 en verander die in TNT is 46. We willen tenslotte geen steen gebruiken, maar TNT. Ga naar de laatste regel, die met mc.setblock, en verander die in mc.setblocks. Haakje openen, x plus 1, comma y plus 1, comma z plus 1, comma x plus 4, comma y plus 4, comma z plus 4, comma tnt, comma 1, haakje sluiten. Hiermee maken we een blok van 4x4x4 van tnt. Als je nu het programma weer opslaat met Ctrl-S en op een 5 drukt, zul je in Minecraft een blok tnt zien staan. Tof, hè? En wat doen we met TNT? Opblazen natuurlijk. Loop naar het blok toe en sla er met je bijltje tegenaan. En ren daarna hard weg. Als je nu naar het blok kijkt, zul je zien dat er een gat in is geslagen. Maar ja, we willen natuurlijk een veel grotere explosie. Daarvoor gaan we een grote blok TNT maken. Op de laatste regel hebben we net 4 ingevuld. Dat betekent dat er een blok wordt gemaakt van 4x4x4. Als we dat aanpassen naar bijvoorbeeld 11, komt er een blok van 11x11x11 uit. Doe dat maar eens. De laatste regel wordt dan dus mc.setblocks, haakje openen, x plus 1, comma y plus 1, comma z plus 1, comma x plus 11, y plus 11, z plus 11, comma tnt, comma 1, haakje sluiten. Als je het programma opslaat en uitvoert met F5, zul je zien dat er een gigantisch blok tnt wordt gemaakt. Als je het nog niet genoeg TNT vindt, kun je door nog een keer op F5 te drukken nog een blok TNT maken. Dat kun je natuurlijk zo vaak doen als je wilt. Let wel op, hoe meer TNT je plaatst, hoe langer een computer moet nadenken om alles te berekenen. Als je vindt dat je genoeg TNT hebt geplaatst, loop je er naartoe en sla je er tegenaan.
Wel hard wegrennen, hè, want het is heel gevaarlijk. Als je computer dan eindelijk klaar is met berekenen, zul je zien dat er nog heel weinig van je blok over is. Genoeg vernieling en destructie. We gaan iets leuks doen. We gaan overal waar je komt bloemetjes planten. Start in Python een nieuw programma met Ctrl-N. Tik daarna het volgende in. From MCPI import Minecraft. Enter. From time import sleep. Enter. MC is Minecraft. .minecraft. .create. Haakje openen, haakje sluiten. Enter. Flower is 38. Enter. While spatie true, dubbele punt. Enter. Tab x, y, z. Spatie is, spatie mc.player.getbos. Haakje openen, haakje sluiten. Enter. Tab mc.zblok, haakje openen, x, y, z. Comma flower, haakje sluiten. Enter. Tab sleep, haakje openen, 0.1, haakje sluiten. Enter. Wat hebben we nou net gedaan? Zoals je weet hebben we in de eerste paar regels een verbinding gemaakt tussen Python en Minecraft. En daarna wordt het interessant. While true betekent dat het volgende stukje code zo lang wordt uitgevoerd als het programma blijft lopen. Zolang als het programma loopt, halen we iedere keer de positie van de speler op, van jou dus in Minecraft, en maken we op die plek een blokje aan dat een bloem wordt, met zblok. Vervolgens laten we het programma een fractie van een seconde slapen, zodat niet de hele wereld dichtgroeit met bloemen. Druk op Ctrl-S en druk op F5. Als je nu in Minecraft een beetje rondloopt, zul je zien dat je allemaal bloemetjes achterlaat. Als je weer teruggaat naar Python, druk je op Ctrl-C om het programma te beëindigen. Als je nu in de laatste stap sleep 0.1 verandert in 1, zal het programma iedere keer een seconde slapen. Probeer het maar eens uit. Je zult zien dat er in Minecraft veel minder bloemen worden geplant. Hoe hoger het getal in sleep is, hoe langer je programma zal slapen. En er dus minder bloemetjes worden geplant. Hoe lager het getal is, hoe meer bloemetjes er geplant worden. Je programma kan uiteraard alleen bloemetjes planten als het niet aan het slapen is. Minecraft bestaat uit verschillende type blokjes. En ieder type blokje heeft een eigen nummer. Zo is een bloem 38, TNT 46, beton is 1 en eikenhout is 0. Als je nu in je programma flower is 38 aanpast in flower is 0, zul je zien dat je overal een blok hout achterlaat.